Welkom dames en heren, we gaan een horror game spelen, Monstrum. Maar dat doen we niet in deze setting, wacht even. Wat dachten jullie van deze opstelling? Het is lekker donker in mijn kamer, we hebben wat geluid op onze oren, de cam is wat dichterbij geschoven. Nu gaan we het even lekker creepy maken met Monstrum. Ik ben heel benieuwd naar deze game. Het is een nieuwe game. Oké. Er gelooft dat we aan boord zitten van een schip. Mij benieuwen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben enthousiast over nieuwe horror games. Ik bedoel, ja, als ze een beetje origineel zijn is het leuk. We hebben Slenderman, weten we natuurlijk. We hebben Alien Isolation al gezien. We hebben Amnesia gezien. En ik ben heel benieuwd of dit nou een mix is of gewoon een heel nieuw concept. Dus daar ben ik wel eigenlijk heel erg stiekem benieuwd naar. Prima, we zitten dus in de game. Wow, die muis gaat heel snel, joh. Kijk, dit is al iets beter, ja. Echt. Oh, oké. Kunnen we dat nog een keer doen? Oh, zo. Oké. Open en dicht. Wat is dit? Een torch. We hebben een lichtje. Wow, kijk. Woehoe. Dit is cool. Wat hebben we hier zo? Left control. Move forward. To... Waar? Huh? Left control? Oh, je kan hierin. Oh, wat gaaf. Kijk nou, we kunnen hier al in het kastje. Prima, maar dat is nooit goed. Als we nu uitleggen dat we ergens in moeten... Dat betekent het dat we dus voor iets moeten uitkijken. Verschrikkelijk. Wat hebben we nog meer? We hebben hier een... Wat is dit? We moeten een noot lezen. Oké. Mooie noot. Prima. Wat heb ik nu in mijn hand? Wat is dit? Heb ik het... Oh, ik kan het op de grond donderen. Maar we moeten het wel oppakken. Wacht even. Die en die. De fuse. Oh, een fuse. Ik weet wat het is. Ja, zo'n power ding of zo. Het is lekker... Op een schip zit ik nu. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik weet dat we hier niet heen kunnen. Jammer. Jammer, heel erg jammer. Waar gaan we heen? In het begin, toen het spel ook opgestart werd, stond er ook van warning. Als je epilepsie hebt of zo, dan is het niet raadzaam om dit te spelen. En oké. Nou, daar heb ik zoiets van. Prima. Ik heb geen epilepsie. Dus ik kan gewoon het spel gewoon lekker doen. Wat is dit? Een flashlight. Het is nu al zo'n verdomd eng sfeertje. Ken je dat? Gewoon zo nu al is het gewoon niet leuk al. Ik heb het erger meegemaakt met Alien Isolation. Hè? Dat is al iets wat duidelijk is. Kan ik hem ook dicht doen? Wow. Dat is gaaf. Prima. Maar waar moeten wij in godsnaam heen nu? Want... Ik vind die lange gang vind ik verschrikkelijk. Kijk, hier voel ik mij veilig. Hier zo. Maar hier voel ik mij een stuk minder veilig. En ik weet niet hoe dat komt. Maar dat komt gewoon door het feit dat ik... Elk moment kan er iets gebeuren. Kan je hier ook eens schuilen dan? Oké, ik laat ook gewoon die dingen open. Want een kopje. Heb ik een kopje gepakt? Oh, kijk nou. Lekker kopje. Oh, ik heb hem kapot gemaakt. Ik had zo'n mooi kopje. Zonde dit. En wat is dit? Oh, hier zit iets in de bank, zeg maar. Kan ik het niet meenemen? Nee, het zit gewoon helemaal vast. Kan ik hier nog wat in vinden? Nou, in ieder geval, als er iets komt, dan kunnen we in ieder geval daarin schuilen. Oh, nog een kopje. Oké, prima. Ik krijg een Skype-bericht. Waarom nu? Wat gebeurt er? Ik was even uit Skype, over in Skype en nu doet hij ineens zo. Oké. Waarom... Nee, niet mijn flashlight. Terug. Oké, wacht even. Waarom is dat zo hier raar aan het doen? Mijn licht doet het niet meer. Oh, wel. Oké. Ik vertrouw het niet. Ik denk dat hier elk moment wat gaat gebeuren. Dat er iets om de hoek gaat komen wat mij niet mag. Oh god. Oh. Niks aan de hand. Het was een... Oké. Dat gebeurt elke keer opnieuw. Oké, ik dacht, wat gebeurt hier, joh? Wat hebben we hier? Een kopje. Die nemen we gewoon mee. En hebben we hier nog wat? Nee, niks. En daar hebben we iets van een... Wat is het? Wat hebben we opgepakt? Een wedding kit. Oké. Klinkt leuk. Ik vind het allemaal goed. Wat hebben we hier allemaal? Schroefjes en een tangetje.
Altijd handig een tangetje. En hier wat laadjes. We kunnen hier niet zoveel doen, heb ik het gevoel. Nee, helemaal niks. En een boor. En een noot. Maar ja, oh, ik kan hem pakken, die noot. Kan ik wel meer dingen oppakken hier? Wat hebben we trouwens opgepakt? Een kit. Oh, kijk nou. Cool. Ik kan iets met vuur gaan doen of zo. Nou, ik zal het wel nodig hebben voor iets. Ik pak deze. Oeh, god, ik hou eens op. Stom kreng ding. Wacht even. Steam control. Valve. Oké, was dat genoeg? Nee, dat was niet genoeg. Wacht, ik ga hem nog een keer doen. Ik vind het... Wat was dat? Ik kan hem aanvallen, ik kan hem aanvallen! Dammit. Oh. Dammit, ik... Wat was dat dan? Moet ik opnieuw gaan beginnen? Pak jullie, ik ga lekker hier naartoe. En ik ga lekker hier kijken of we iets kunnen vinden. Gewoon ergens naartoe, iets nieuws. Hè, misschien dat er iets gebeurt hier. Ik zit op het dek, dat is gewoon veel fijner. Task complete. Kijk, huppakee, we voltooien het gewoon. In het begin voltooien we dit gewoon, hè. We doen dit gewoon eventjes. En hier komt gewoon helemaal niemand aan. We zitten niet op een spookboot. We zitten op... Het was een soort alien wat ik net zag. Kan ik hier mee? Het zou zo mooi zijn. Het zou zo mooi zijn als ik deze helikopter mijn ontsnapping was. Alsjeblieft, kan ik dit niet losmaken of zo? Dit moet ik losmaken met iets. Maar hoe? Dit moet ik losmaken met een brander, denk ik. Dat zou mooi zijn. En ik denk dat ik allemaal objecten moet vinden... om voor die helikopter om weg te komen hier. Ik denk dat dat het idee achter het spel is. Gok ik. Maar ja, nu moet ik weer hier naartoe. En daar heb ik geen zin in. Want hier zitten weer monsters dadelijk. Hoogstwaarschijnlijk. Ik vind het sowieso jammer dat je die monsters echt niet kan schieten of zo, weet je. Dat vind ik gewoon heel jammer. Ik zou gewoon heel graag willen dat je gewoon zo'n beest kan vermoorden of zo, weet je. Er is nooit echt... Je kan nooit... Net als Slenderman. Ze zijn allemaal onoverwinnelijk. Ze zijn sterk en zo. Ze kunnen alles. Hier binnen kan ik wel naartoe, want daar is niks. Oh, laat maar een hele lange gang. Daar hou ik niet van. Ik ga wel even deze deur nemen. Want daar zal wel niks achter zitten. Ook een gang. Alleen maar gangen, gangen. En ik voel me hier buiten veiliger dan daarbinnen. Dat is logisch ook. Kijk, en nu gaan we daar kijken. Hier, buiten voel ik me veel beter. Ik open gewoon deze deuren. Daar heb ik gewoon een overzicht. En een overzicht hou ik van. Kijk. Kunnen we hier eens gaan kijken? Ik vind het gewoon niet fijn dit. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Wat een eng monster net ook. Ik dacht zoiets van... What the fuck is dit? Wat is het? Ik denk dat het idee net als Slenderman is. Klinkt misschien raar, maar dat inderdaad als je objecten krijgt, dat je dan moet gaan uitkijken hoe en wat. Dus weet je wat ik nu ga doen? Ik ga gewoon zoveel mogelijk rennen en dan zien we wel waar het schip strandt. Nou ja, dit schip zal niet meer stranden, want we staan vast ergens op de oceaan. Maar dan nog... Oh! Au, 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 au. Nee, nee, terug. Daar kunnen we dus niet heen, maar we moeten daar wel naar boven. Dit wordt weer een pittig zaakje voor mij. Wacht. Voor de zekerheid open ik even deze deur. Oh god, ik hoor wat. Fuck, ik hoor wat achter me aan. Ik hoor wat. En het klinkt niet goed. Het komt daar vandaan. Zeker weten komt het daar vandaan. En daar hou ik niet van. Hé, een pomp. Hé, wat moet ik met dit doen? Een pompie. Kom eens hier. Moet ik dat ergens in doen? Ik denk het wel, maar waarin? Ik heb wel iets van een benzinetank, maar waar zou ik dat in kunnen doen? Oh, er komt echt benzine. Kijk, oh kijk. Ja, nee, ik zal dat maar niet gooien ergens op.
F. Hier, ga maar opslurpen dat benzinezooi. En dan doe ik die fuse. Gebruik ik voor niks, want ik kan het niet gebruiken. God, het komt daar vandaan, hè? Geluid. Oké, daar gaan we dus niet heen. Waar gaan we wel heen? Dat is hier. Dit is een fijn plekje, want dit is gewoon lekker knus en lekker donker. Daar hou ik van. Nou ja, niet helemaal. Oh, ik ademde. Omdat je moet moe als je gaat rennen, logisch. En ik deed zo van... Ah. Oké, okay, als hij hier komt, ben ik de lul, want ik schrik me dood. Oké. Okay. We gaan hier kijken. Wc's. Altijd fijn. Ik sluit ook gewoon alles achter me, want ik vertrouw het gewoon niet. Wat hebben we hier? We hebben een kopje weer. Wat moeten we met die kopjes doen? Oh god. Oh god, ik hoorde wat. Een soort van geluid. Het is dadelijk iets ergs. Het is gewoon een soort slender. Slenderspel dit. Zeker weten. Ik ga gewoon lopen random. Oh god, 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 god. Ik hoor wat. Oh god. Achter me dicht. Wat hebben we hier? Een flashlampje. En wat nog meer? Een kopje. En een blikje. Maar alles is ook verlaten hier. Oh. God. God, ik hoor iets. Ik hoor iets. Kunnen we ergens ontsnappen? Kunnen we ergens in? Daar kan ik niet in. Oké, we zijn de lul. Als hier iets komt. Dadelijk. Ja? Dan ben ik een soort van de lul. Ooit? Oh, het is zo creepy. Dat geluid is niet fijn. Wacht, ik ga een theekopje gooien. Er zit iets aan die deur te knagen. Nee, niet mijn flashlamp. Ik moet mijn flashlamp pakken. En weg, weg, weg. Deed verkeerd. Kom daar vandaan. Oh, oh, oh. What the fuck is dat? What the fuck? What the fuck is dat? What the fuck? 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 Nee, ik word nee. Oké. Oké, dit is wel beter. Kijk hoe schattig. Oh, wat is dat? Dit is eng. Oké, mensen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik ga het spel denk ik niet meer spelen. Want ik vind het... erg... erg. Ik vind het erg. Heel origineel. Heel vet. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen like achter te laten en te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Doei doeg!